Hey, wat Gucci? Het is je panna, Steven Vechter. Waar is mijn pet? Oké, dus ik weet echt wel dat jij dit doet. Jij zet een foto op Instagram en dan sta je in je blote buik of zo. En dan photoshop jij echt wel een sixpack. Of doe ik dat alleen? Nee toch, nee joh. Nee, ik weet wel wat jij photoshopt. Ja, jij photoshopt je kleine piemeltje. En dat hoef ik niet te doen, ik heb zo'n... Nee, oké, maar dit is echt een bloedserieus onderwerp. Want we kennen die ene jongen die altijd in het echt super dun is. En hij is echt gewoon een plankie. Hè? Hij is echt gewoon zo dun plankie. En op Instagram is hij gewoon ineens de rock. Dan is hij zo'n Casio. Oh. Oké, dus wat er aan de hand is, hij photoshopt zichzelf. Oké, dus daarom gaan we reageren op de fouten wat die mensen doen. Oh ja, trouwens, ben jij nieuw? Zorg dan zeker voor dat je even abonneert. Dat kan hier beneden. En druk dan ook meteen op het belletje. Als je dat niet doet, jongen. Spank ik jouw kontje. Oké, dus allereerst heb ik speciaal voor de chickies deze man. Wow, check hoe gespierd hij is. Dit is niet gezond. Zijn lichaam die gaat zo en het... Zie hoe gespierd hij is. Hij heeft gewoon hier op zijn armen... Oh, wacht, zie je dat? Zie je dat ernaast? Oké, dus kijk hier. Oké, dus zie je dat ernaast? Die hele muur... die beweegt gewoon zo mee met zijn lichaam. What the fuck? Dat je gewoon niet eens mobiel hebt om foto's te maken? Nee joh, hij gebruikt gewoon een hele oude camera. Wat een ding joh. En voor de rest, oké, nummer 2 is speciaal voor die gymlight boys. Je weet het wel, zoals ik, man. Ja, ha, hier jongen, hier haal ik alle chickies mee. Ja, ik denk dat hij... Zie hoeveel hij tilt. Zie dat. Oké, moet je zien, hij heeft in de spiegel is hij vergeten om het te editen. Dus in de spiegel heb je maar 2 gewichten en aan de voorkant heeft hij, dan weet ik veel, 20 of zo. Goed gedaan. Echt. Oké, op nummer 3 heb ik voor alle jongens die op sterke vrouwen valt. Deze vrouw. Ja, ze heeft een hele erge ruk aan, wat je kan zien. Want deze arm doet ze mee en die arm niet. Want deze is zo gespierd en die is vergeten. Echt goed gedaan. Nice job. Echt. Oké, nummer 4 is speciaal voor alle jongens op de zolderkamer die dit kijken. Kijk goed, want deze vrouw heeft haar tieten heel erg vergroot. Jongen, die tieten zijn heel groot. Heeft die net zoals nummer 1, die hele muur ging zo. Nou, bij deze vrouw, jongen, die duwt de tieten gewoon. Die duwt gewoon tegen de muur aan. Dat die gewoon aan de kant gaat dan. Zo. Deze vrouw geprobeerd om haar tieten te vergroten en het is niet echt gelukt. Want sinds wanneer gaat de muur zo? Weet je dat? Stuur mij even DM. Mijn Instagram is steven.vechter_official. Volg mij. Ik weet het wel. Als ik die fan tegenkom op straat. Ik heb nog nooit zo hard dan gerept van mijn hele leven, man. Daar wil je geen ruzie mee. If you want some, I'll give it, Je wil geen ruzie met deze sterke man. Man, dit is echt gewoon... Ja, maar het lijkt wel leuk. Hè. Geef toe. Dit vind ik tot nu toe de mooiste. Hè. Dit is gewoon nog wel high-class goed Photoshop. Dit is echt gewoon mooi. Oké, jongens, ik heb iets heel bijzonders. Kan deze video de 1500 likes halen? Dan zorg ik er zeker voor dat ik deze vakantie vaker dan 3 keer ga uploaden in de hele week. Ja, maar dan moet deze video in 1 dag 1500 likes halen. En dan zie ik jou met je leuke kopje weer later. Vergeet dus zeker niet te liken en de video te delen. En volg me natuurlijk. Oh my lord, oh my god, that girl, she train to go. Any hour, any minute, man, she down the road. She so flawless, never worry about no other hoe. Man, I love that broad, I swear to god, she train to go. Go, go, I think she train to go. And everybody knows.